Sjure Vrijen is prettig was dus bedoeld om de voorlichting te geven op een andere manier. Namelijk om uit te leggen van wat zijn leuke dingen om te doen. Waar zitten elkaars lustplekjes? Hoe kan je elkaar best benaderen? Het was dus eigenlijk een hedendaagse manier van aanpak, zou je kunnen zeggen. Maar in die tijd was dat revolutionair.